Goedemiddag, dames en heren. Hier is het Müngersdorf Stadion in Keulen. Het zal nauwelijks nog nodig zijn, dames en heren, om u te vertellen waarvan dit de ouverture is geweest. U bent dus, zoals ik zo even nog net tussen de beide volksliederen kon vertellen, verbonden met het Müngersdorf Stadion aan de westrand van Keulen, waar op dit ogenblik de ploegen zich aan het publiek voorstellen en de twee korpsen, het politiemuziekkorps van Keulen en de Rooms-Katholieke Harmonie Sint-Cecilia uit Grevenbeeg-Papenhoven afmarcheren om plaats te maken voor de voetballers, de 22 jongelui, die naar wij alle zo vurig hopen en ook verwachten, vanmiddag ons allemaal een bijzonder prettig schouwspel zullen geven. Duitsland, Nederland, hier voor ruim 6, niet kwijt, raamweer, heeft Kuijs het heel moeilijk aan, Brühl, strafschopgebied. Dit schot wat aan Pieters Graafland te machtig bleek, of hij houdbaar was, dat wij zouden het geneigd zijn vanaf onze plaats te zeggen dat hij, dat schot misschien houdbaar was. Ik weet niet wat uw visie is, dames en heren kijkers. Juskowiak, Siedel, Duitsers spelen per se beter op het ogenblik. Brühl weer, man die zo even een doelpunt maakte. Kuijs, Benthaus, Raam. Weer mis. Tweede doelpunt van Schmid. Rechts binnen Schmid. We komen verdiend, dames en heren, weer uit de voorzet van Raam. En weer greep daar Pieters Graafland mis op een bal. Althans, hij had hem niet klem vast. En daarmee is de achterstand gekomen in de 30ste minuut op 2-0. Nu van de rep. En dat het aanvalsspel van de Duitsers ook stukken gevaarlijker is dan dat van de onze. Onze verdediging heeft een paar zwakke ogenblikken gehad. Al moet gezegd worden dat Pieters Graafland eerst een uitstekend schot van Seelen uitstekend heeft gehouden. Maar of hij het schot van Brühl niet had kunnen houden in de 15e minuut, daar kan men natuurlijk nog van mening over verschillen. Het was wel een enorm hard schot, misschien wat onverwachts, maar toch van een zo grote afstand van een kleine 20 meter dat men zou verwachten dat hij het goed had zien aankomen. Maar het tweede doelpunt, dat schot van Schmid, dat kwam toch eigenlijk min of meer uit een verkeerde beoordeling van de voorzet die door Raan werd geplaatst, waardoor de bal, zoals u ook gezien hebt, door Pieters Graafland niet goed gevangen kon worden. De enige kans aan Nederlandse zijde is eigenlijk alleen. Raan. Schmid. Seeler. Daarin. Derde doelpunt. Je zag die bal als het ware daar naar die hoek toe zweven. Heel listig boogballetje van Seeler. Dat onze verdediging dan weer met 2-3 man te hoop liep rond die bal. Weer Pieters Graafland deze bal niet klemvast kon krijgen. Waardoor Seeler met een heel handig boogballetje daar ongeveer vanaf de strafschopstip
de bal in het doel lopte. Daarmee zijn we aan een 3-0 achterstand gekomen in de 12e minuut van de tweede helft. Of we moeten zien hoe snel die Raan sprint. En prachtig naar Seeler. Zie je ook. Bruls was dat. Bruls, de Duitse linksbinnen, die even oog in oog stond met onze rechtsback Brühl. En de Duitsers hebben daar een hoekschop aan overgehouden. De eerste na de hervatting. Notemans, Piet van der Kuil. Schmid, Siedel. Alle Duitsers op onze Nederlandse helft. Van der Kuil. Daar gaat Bruls weer. Seeler, een kans. Dat was Kuijs die daar zo laconiek terugspeelde. En dat is het vierde doelpunt. Een goed schot van Raam. En weer was het Seeler die daar op de goede plaats stond. Door het doelpunt van de Duitse middenvoor. Het doelpunt dat eigenlijk ingeleid werd, zoals u ook wel op uw scherm gezien zult hebben, door dat nonchalante terugspeelballetje van Kuijs op doelman Pieters Graaf. Buiten. En dan beduidt de scheidsrechter dat Brühl terug moet, want ook een hoekschop is een vrije schop. En daar moet men dus 9,15 meter van de bal afstaan. Bruls, weer naar Siedel. Weer Brühl. En nogmaals een hoekschop. En we zien nu dat Simaniak naar die hoekvlag loopt. De Duitse linkshalf die nu die hoekschop neemt met zijn rechterbeen. Weggeschopt, ingeschoten door Schmid. ...5-0, dames en heren, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Ik hoef het eigenlijk ook niet te zeggen, want u ziet het allemaal zelf. Hoe uit deze hoekschop die scherp door Simaniak genomen werd. Hoe de bal daar bij de doelpaal kwam. Teruggespeeld werd door Brühl vlak voor de voeten van de vrijstaande Schmid. Brühl gaat die zelf nemen. De vijfde hoekschop. Cor van der Hart. Kuijs. Juskowiak met Van der Linden. Zelfs nu geen risico. Erhard. Stollenwerk. Helmut Raan. Siedel. Bijna alle ballen geplaatst bij die Duitsers. Seeler. Bruls, Siedel en dan is het tenslotte Pieters Graafland geworden. Bruls. En dan maar weer een hoekschop. Dat gaat weer door Simaniak genomen worden, deze hoekschop. U weet, daar kwam zo even het doelpunt uit. Er komt de rechtsback notabene helemaal aan. Stonnenwerk bij die doelhoekvlag. Zet hem voor. Nee, we hebben echt tegen dit Duitse elftal niets in te brengen.
kwalificeren. En een zesde doelpunt. Ongelooflijk, dames en heren. U zag het. De uittrappen van der Hart. Gewoon in de voeten van Seeler. Die met het grootste gemak Pieters Graafland, die naar mijn gevoelen mentaal al aangeslagen was na het eerste doelpunt, om die voor de zesde maal te passeren. Dat was toch helemaal niet nodig. U zag hoe Van der Hart die doelschop nam en daar Pardoes plaatste naar de Seeler die ongeveer op 25 meter afstand van het doel stond. Wilkes. De Duitsers hebben het dan wel vanaf 1926 op moeten wachten op die eerste overwinning op eigen bodem. Maar het is dan toch ook een duidelijke overwinning geworden. Ewert, die mag daar nog even op een bal duiken. Seeler, Duitsers die geven het niet op. Brul. Klaasens. Ook het Nederlands legioen is natuurlijk wat teleurgesteld. Ik hoor ze niet eens meer, dames en heren. Ik zie ze bijna ook niet meer. Want om nu nog met een vlag te gaan wapperen als je met 6-0 achter staat, daar behoort toch ook alweer een beetje moed toe. Supportersmoed. En die is meestal bij die stand alweer een klein beetje verdwenen. Daar is Van Wissen toch nog een goede kans. Maar zelfs dat niet. Wordt daar aangevallen door linksback Suskowiak. Raan. Schmid. Seeler. Weer Raan. Notermans. Wij geloven nu zelf niet meer in onze tegenstand. Die we kunnen bieden. Seeler. Sido. En nummer 7. Sido. Ik zit alsmaar op mijn roosje te kijken, dames en heren, of het nog niet afgelopen is. Ja, de scheidsrechter die fluit nu net af. Hij wordt niet eens meer afgetrapt. En we hebben dus een 7-0 nederlaag geleden tegen dit Duitse elftal. En nu maar weer, dames en heren, gaan uitmaken waaraan nu deze grote nederlaag geleden heeft. Waaraan dit te wijten is. Het zag er toch in de eerste helft helemaal niet naar uit. De rust was met een 2-0 stand nog alleszins draaglijk. Maar in de tweede helft is dat Duitse team zo goed gaan draaien, werd onze verdediging zo onzeker en kon onze aanval, die al geen vuist kon maken in de eerste helft, nog onzekerder en nog krachtelozer in de tweede helft, zodat de Duitsers regelmatig hun voorsprong hebben kunnen opvoeren. Veel hoef ik er niet aan toe te voegen, u hebt het zelf allemaal kunnen constateren en u ziet nu hoe de Duitsers, alsof ze een wereldkampioenschap behaald hebben, hoe ze nu van het veld gaan, heel snel lopend, waarschijnlijk in de veronderstelling als we niet voortmaken komen we er nooit meer in onze kleedkamers, omdat het publiek van alle kanten het veld opstroomt. De Duitsers hebben deze overwinning volkomen verdiend en ons elftal dat zo faalde, met name in de voorhoede, maar in de tweede helft ook totaal in de verdediging. Hoe ons elftal daar nu van het veld afgaat, geslagen naar de 7-0. En ik herhaal het, wij begrijpen nu ook wat de Belgen destijds...